is de laatste dagen veel gegaan over Noah Lang. Is hij erbij? Kan hij spelen? Nieuwe Champions League. Geeft dat ook nieuwe zin, nieuwe gevoelens bij jou? Of is het voor jou net zoals de oude Champions League? Nee, het is wel nieuw. Dus ik ben ook wel heel benieuwd. En wat Jerry al zei, laten we maar eens kijken als we een tijdje onderweg zijn, hoe dat dan ook echt eruit ziet. Maar ik heb er wel zin in. Is het eigenlijk een optie dat jij centraal achterin staat morgen? Dan moet je aan de trainer vragen. Ik weet de opstelling nog niet. Dat doen we zo. Jammer, hè? Heb je het in je hoofd zitten om de schoutertruc toch nog een keer uit te halen? Jij die naar achter haalt, want hij heeft dat in de Champions League steeds goed gedaan vorig seizoen. Nee, dat is een optie, ja. En Jerry, kan je vertellen hoe belangrijk de trainer van Juventus is geweest voor jouw ontwikkeling? En hoe jullie band nog precies is nu? Want hij vertelde dat je ook een appje hebt gestuurd toen hij hier gepresenteerd werd. Nou ja, ik heb in principe niet heel lang met hem gewerkt natuurlijk. Volgens mij in totaal een half jaar. Maar het is wel een speler ook op mijn positie geweest. En een aardige speler ook, denk ik. Dus daar heb ik zeker van kunnen leren in 6 maanden tijd. En in zo'n korte tijd heeft hij me echt wel als speler echt wel beter gemaakt. En daar ben ik hem ook dankbaar voor. En vandaar ook dat ik hem ook een appje heb gestuurd toen hij naar Juventus ging. Dat is natuurlijk gewoon een hele mooie stap voor hem. Buonasera, mister. Filippo Cornacchia, La Gazzetta dello Sport. Perdone. Parla già italiano, vedi. No, le volevo fare questa domanda qua. Guardando le rose delle due squadre, anche un po' a sorpresa, il PSV Eindhoven, contando la rosa e lei come allenatore, quindi squadra e staff, ha più presenze in Champions della Juventus. Vi sentite favoriti, siccome avete più esperienza in Champions rispetto alla Juventus, che è anche più debuttanti di voi? Ik zal het vertalen hier eventjes. De meneer vroeg of wij meer ervaring in de Champions League hebben dan Juventus, waar een nieuwe trainer is gekomen en ze vorig jaar dat niet gespeeld hebben. Ja, wij hebben 1 jaar ervaring in de Champions League. En daar hebben we hopelijk veel van geleerd. Zeker de eerste wedstrijd tegen Arsenal voetbalden we niet eens slecht, maar verlies je 4-0. Dat is raar, maar het is wel gebeurd daar. En daar hebben we heel veel van geleerd. Maar ook de andere wedstrijden hebben we veel van geleerd. Dus die ervaring nemen we mee. Maar het is wel ervaring van slechts één seizoen. Het is de laatste dagen veel gegaan over Noah Lang. Is hij erbij? Kan hij spelen? Hij is erbij en dus kan hij spelen. Peter, afgelopen zaterdag was je ook wel bewust van... Ja, ik kan er gewoon niet alles over zeggen over Noah Lang. Daardoor herkende je zelf ook, daardoor zal er wel wat speculatie komen. Wat kan je er nu over zeggen? Van dat hij nu extra moest trainen, want hij is er dus nu wel bij. Hoe zit dat? Kan je er iets meer over zeggen? Nou, ik kan er wel iets meer over zeggen. Dat hij er vandaag bij is en dat hij dus morgen kan spelen. Ja, en ook vanaf het begin. Als ik dat wil, dan zou hij vanaf het begin kunnen spelen.